Ja, lieve vrienden, hier zijn we dan weer. Het is vandaag, zondag. Het is de 16e september. En ik wens jullie allemaal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Oh, en het is ook nog 13:42. Ja, ik ben laat. Ik ben niet naar de kerk geweest, maar ik ben boven ook nog aan het werk geweest. Daarom ben ik laat beneden. Want ja, als je boven bent, ben je boven. En dan kan je gelijk even hetgene doen wat gedaan moet worden. En dat heb ik nou gedaan. En dan ga je pas naar beneden. En dan kom ik niet naar beneden, want dan blijf je trap lopen. Nou, mooi niet. Nou, sta je zelf een beetje staart. Ja. Dat het is, ja, het zonnetje schijnt, maar het is ook bewolkt. Hoe doen ze dat? Ik weet het niet, erboven. Ik heb de deur open. Ze kunnen naar buiten wanneer ze willen, maar momenteel heb ik... Nee, kleine zwart-witte zie ik niet. De rest is binnen. Maar het maakt niet uit. Ik ben met koffie bezig. Omdat ik laat ben, mag ik mijn lunch nog doen. En de video van gisteren moet ik nog allemaal op mijn pc zetten. Dus ik heb druk. En als ik de vloer hier zie, nou, komt later op de dag wel. Als ik de deur weer dicht ga doen. Dan zal ik hier ook bezig. En ik moet boven nog bezig. Maar het komt ook allemaal later op de dag. En anders komt het morgen weer. Ik heb in ieder geval de douche schoongemaakt. Ja, moet je niet kijken hoe. En de kattenbak. Mag ik eigenlijk niet doen, ik heb het COPD. Maar ja, mijn hulpje is niet geweest. Want die was zelf in de lappenmand. Ja, dus dan krijg je dat, hè. Ja, dan krijg je dat. Even koffie doen. En ik heb voor vanavond lekker vleesje eruit gelegen. Ribcarbonade, nou ja, dat is toch lekker. Ja, lekker is dat hoor. Zeker. Ik zit. Oh, dan gaat de deur dicht. Door de wind. Jij staat niet op de haak. Maakt niet uit. Doen we dat toch ook even. Ja hoor. Ik zit al even op de grote haak aan het paaltje met hem lopen. Dus ja. Ik sluit deze weer eventjes af en ik zeg tot straks maar weer. Ik zou zeggen, geniet van je dag. En ook nog Gods zegen. Ja, dat vergeet ik wel eens, maar het is wel gemeen. En tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. En zo hadden we toch nog onverwacht. Ja, ik heb het lamp vergeten aan te doen. Nou, lekker belangrijk. Ik had eerder willen filmen, maar weer niet voor gekomen. Want er stond wat gepland, wat ik totaal was vergeten. Ja. En dat komt omdat het bord achter de deur hangt, wanneer de deur van de kamer helemaal open staat. Maar daar staat op, ja, let wel, zondag 16 september koken. Macaroni, 5 personen. Helaas, jullie raden het al, ik had geen macaroni. Want ik meende dat het 16 oktober was, dat etentje. En deze deur, die staat 19 keer met het mooie warme weer, zo open. Dus dan lees je dat bord daar niet. Nee. Dus ja, helaas. En ik was net gelukkig klaar hier beneden. De bank netjes. De grond netjes. Alles schoon gestoft en alles. En komen de eerste twee er al aan. Wow. Tegen ze elkaar aan komt bieden was natuurlijk koffie, CQT. Daar komen de volgende twee. Op een gegeven moment, nou, koffie aangeboden. Maar ik had niks in huis zelf, nee. Maar oké, niet getreurd. Er is eten besteld. En we hebben alsnog een hele fijne avond gehad. En ze zijn nou net de deur uit. Moest ik de dieren dus nog eten geven. Nou, twee ervan, van de vier, hebben nu eten. Die andere twee zijn buiten. Dus ja, die moeten nog. Maar dat komt wel. Ik ga nou genieten van een bakje koffie en mijn wijntje niet vergeten, want ik had natuurlijk nou met eten geen wijn erbij. Dus ga ik aanstonds nog eventjes doen, dan heb ik toch mijn wijntje. Ja! Maar oké, lieve vrienden. Kijk, daar is de afwas. Dat hebben ze daar maar ingezet. Nou, laat maar mooi even staan. Ik ben het zat voor vandaag. En ik moet boven op mijn slaapkamer moet ik nog
eventjes drevelen, zoals ik dat dan benoem. Ik zit weer lekker in het donker. Nou ja, lekker belangrijk. Ja, ja, hier is verlicht. Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond en ik kom zeker straks nog wel even retour. Ik ga eerst een bakje koffie en genieten en er is een vlog naar YouTube bezig. Moet ik nog een vlog in elkaar zetten, dat ben back af. Ja, ongeveer het bezoek wat je niet eigenlijk verwacht had, terwijl wel de planning was. Maar ja, ieder mens vergeet wel eens wat en vooral als je met je hoofd op hol bent, zoals ik de laatste tijd, ja, dan wil je wel eens wat vergeten. En ja, ik had, anders had Astrid het wel gezegd, maar die is denk ik ook vergeten. Vrijdag en gisteren. Gisteren heb ik er ook nog gezien. Dus ja, oké, lieve vrienden. Geniet verder van jullie avond en tot straks. Ja, dan heb ik mezelf maar weer even in het zonnetje gezet, oftewel in het lichtje. En het is weer tijd om naar mijn bedje toe te gaan. Ja, om mijn bezemsteeltje te pakken en naar boven toe te vliegen. Ja, wie weet kom ik er heel aan, hè, mijn neus jeukt. Ik zal even mijn hondje nog naar buiten laten en de boel hier ook gaan sluiten. En dan zien we elkaar natuurlijk morgen weer terug. Ja, morgen dan komt weer mijn mannelijke begeleider. En morgenmiddag komt Astrid. Morgenmiddag komt ook mijn vrouwelijke begeleider die eigenlijk dinsdag behoort te komen. Maar dat gaat niet door, want dinsdag dan krijgt haar dochter een diploma. Dus ja, daar wil zij bij zijn, wat logisch is. En mijn telefoon gaat nog. Groepsapp, dat bekijken we maar. Ik zet hem straks lekker op vliegtuigstrand en hoor ik hem lekker niet. Nee, wil ik ook niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, slaap lekker, welterusten en tot aan de andere kant van de nacht. Doei! Ja, lieve vrienden, weer een hele goede morgen en van harte welkom bij een gloednieuw vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, mijn hondje die loopt al wat te blaffen, waarom weet ik niet. Het is vandaag maandag, de 17e september. En het is 10:30 en ik zit alweer in de bank. Ik heb de stoelen even bij de eettafel weggehaald. Want die staat lang niet goed. De stoel in de hoek, daarom. Die staat niet goed. En dan komt weer door de tafel. Moet ik het toch even lichter hebben, anders kan ik de boel niet verschuiven. Ik haal het breekbaar ook zich allemaal even af. En het zeil dat hangt niet goed. Het hangt aan deze kant veel te lang. Het moet aan die kant lang wezen. Zodat het daar op de stoel legt, want dat gebruik ik bijna nooit. En aan deze kant moet het ruim wezen, want aan deze kant gebruik ik het wel. Dus ja, dan moet het toch een beetje beter allemaal staan en hangen en zitten en doen. En die stoel die moet niet, die staat dus van de hoek af. Dus ook niet goed. Dus dat gaan we allemaal weer even regelen. Het hangt allemaal bizar lelijk. De bedrading, wat ze gedaan hebben, Joost mag het weten, maar niet zo goed. Hun kunnen het niet. Nee, ik ben minder valide en dat lukt mij wel. Laat het jullie straks nog eens zien. Maar ik krijg ook mijn begeleider tussendoor, dus ja, hoe en wat, we zien wel. Ik laat het jullie in ieder geval zien. Doei doei! Ja, lieve vrienden, en ik ben dus al klaar en dat nog voordat mijn begeleider komt, hè. Dus de stoel die staat er keurig netjes in de hoek. Ja, ik weet niet of jullie het zien achter die plant. Ja, dat denk ik toch wel, hè. Dus ja, ik moest hem helemaal bijdraaien en het kleed hangt hier voor allemaal weer lekker kort. En dan hangt hij daarachter over de stoelen heen, omdat hij dus te groot is. En eigenlijk zou ik dolgraag een plusse ronde tafelkleed op willen. En ik heb wel, maar die zijn te klein van mijn vorige eethoek. Deze tafel is vele malen groter. Ja, dat ik moet dus even nog weer opmeten. Maar waar ik zulke soort grote kleden kan kopen, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee, die vorige kleding had ik toen nog bij zo'n tweedehands winkel op de kop weten te tikken.
Maar dat is van een kleine reethoek. Ja, en dat gaat hier niet op. Maar ja, oké, maakt niet uit. Hij is weer netjes en in orde, de reethoek. Het staat weer netjes allemaal en niet zo raar en briek. Dus het staat weer netjes. Camera's die kunnen er weer bij. Dus komt goed. Tot straks. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. En het is dus al dik en dik middag. Ja, een bezoek gehad. Astrid is al geweest. Mijn vrouwelijke begeleidster is ook al geweest. Die normaal op dinsdag behoort te komen. Maar die heeft morgen diploma-uitreiking van haar dochter. Dus ja, daar gaat zij natuurlijk heen. Logisch. Het is, even zien, 16:32. En wat is er met jou, liefie? Hé, wat is er met jou? Hé, wat is er met jou dan? Ben je mooi? Kun je jezelf zien? Ja, hè? Maar in ieder geval, lieve vrienden, dat ja, zo is de dag snel voorbij vanzelf. Als je van alles en nog wat te doen krijgt. En dit uitzoeken, dat uitzoeken, zus bepraten, zo bepraten, hiervoor bellen, daarvoor bellen. Dus ja, dan ben je zomaar een dag door. Dus ja, nou morgenochtend, dan zal denk ik Rebecca wel weer komen. Want daar heb ik nog niks gehoord van of ze niet op welkom. Dus ik neem aan, ze komt. Dus ja, dat is morgenochtend weer bij tijd straf. En dan zien we het wel weer. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet nog verder van jullie namiddag. En ik spreek jullie straks wel weer. Ja, goede avond, lieve vrienden. Ja, het is alweer avond. Ja, het is 19 uur. 7 uur. Op mijn horloge. Ik ga koffie klaarmaken voor mezelf. En een wijntje. En dan doen we de koelkast open. En er staan een aantal bakken in van de Chinese. Ja, dat is één. Ik zal het jullie zo even laten zien. Dus ik zet jullie even zo neer. Haal ik even de bakken uit de koek. Gaat het een beetje zelf. Zo, deurtje dicht. Valt al uit zichzelf dicht. Ja, val. Nou, wat hebben we allemaal? Dat laat ik jullie eventjes ook zien. Maar ik zit in het donker. Ik weet even niet hoe ik moet rollen, draaien. Zo. Dan zetten we hem even zo neer. Als die niet valt. Zo. Ik hoop dat dat even goed gaat. Nou, wat hebben we? Een beetje groente. Heel klein beetje nog maar. Heel klein beetje. Nou, dat kieper ik zo gewoon op mijn bord. Ik heb nog een bak met flink nog wat bami. Nou, dat kieper ik sowieso dan al op mijn bord. Zo, even nog een lepel pakken. Kan ik het leeg vragen. Want anders is het zonde als het beetje wat er nog in blijft hangen weggooit. Dat vind ik toch zonde, ja. Maar ik gooi die bakjes niet weg, want ze worden afgewassen. Want dat is namelijk makkelijk als je zelf te veel eten hebt. Dan doe je het erin, dan kan je het invriezen. Ja, dus ja, dat is wel zo makkelijk. Dan moet ik even mijn mes en mijn vork pakken. Dan snij ik het toch in stukjes. En dan zout eroverheen, groente eroverheen. Nou, dan heb ik toch weer mijn portie, toch? Ik heb al een ander bord gepakt, want de andere die moeten nog afgewassen worden. Maar ja, ik heb nog niet genoeg vuile vaat om het dus in de vaatwasser te doen. Dat vind ik een beetje zonde om dat ding dan te laten draaien. Dus ja, gewoon op. Kijk, en dan krijg ik die bakjes erbij. Dus ja, dan krijg je toch aardig weer een volle vaatwasser. Hup. Ik denk dat even omgespoeld worden, maar dat komt wel. Nou, wat is dit? Gosje, daar zit dat zoete vlees in. Ja, babi pangang. Ja.
we weten het alweer. Nou ja, er zit nog een stukje vlees in, maar dat is dan ook gezegd. Nou, dan heb ik mijn buikje wel vol, want ik gooi het er allemaal op. Nou, en wat hou ik er nog over? Ja, rijst en ja, zeg het eens, die smalle, hele dunne, smalle sliertjes. Geen spaghetti, nog dunner. Ja, ik weet het zo niet. Nou, ook dat is klaar. Nou, hop. Nou, die andere twee blijven over, want ik... misschien straks, dat weet ik niet. Ik denk het niet, want ik heb mijn bord vol. En dan moet het nog even in de magnetron. Dus ja. Ik zal het jullie even laten zien. Nou, dat ziet er toch perfect uit. Even nog in de magnetron en ik kan eten. Ja, dan kan ik eten. Dus ja, ik zal de waterkoker ervan doen. En lekker koffie bij. Wijntje erbij. Lekker, lekker, lekker. Tot straks. Een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, ik kom eventjes weer langs wippen om jullie natuurlijk voor straks een welterusten te wensen. En ook graag natuurlijk tot morgen, tot aan de andere kant van de nacht. Het is even zien hoe laat leven, dat weet ik zo niet. 22 uur 12, dus 12 minuten over, jeetje, 10. Ja, zoiets. Ja, mijn koffiewater heeft weer gekookt. Ja, ik drink altijd koffie. Mijn hondje ligt lekker op de bank, zoals gewoonlijk. Geen zusje ligt daar, zoals gewoonlijk. Ja, en waar de anderen zijn, nou, ik denk van boven. Ze zijn niet buiten, dat weet ik. Oh nee, kijk, daar. Op de prullenbak zit het dametje. Hé, ja nou. Hoe goed je toch? Ja, en de rode, die is wel boven. En ik ga nou even water opschenken op mijn koffie. Dan heb ik lekker een bakje. Warme koffie. Zo. Ja, en binnenkort mijn dochter Karin en Roderick hebben mij uitgedaagd voor een, hoe noemen ze dat? Een gendant? Nou, ik vind het altijd eng. Ja, zoiets. Dan ben ik mezelf niet. Nee. Maar ik heb toch de uitdaging aangenomen. Dus dat gaan we binnenkort eventjes doen. En ja, ik ga dan ook iemand uitdagen. Ja, ik weet nog niet wie, maar dat horen jullie. Ik ga er misschien wel meerdere uitdagen. Maar dat horen jullie dan wel. Voor nu zeg ik, welterusten, slaap lekker. Met de mooiste dromen die je maar bedenken kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht.